Goedemorgen. Het is de eerste ochtend hier in Spanje. En met allemaal geslapen, maar het is zo koud in elke kamer. Dus mijn tenen waren bevroren. Maar nu schijnt de zon wel heel lekker. Dus hier het zwembadje. Dus dat is wel helemaal top. Hallo allemaal. Het is alweer avond. We hebben het nieuwjaarstuik gedaan. Vandaag was super grappig, maar wel heel erg koud. En daarna hebben we nog lekker gezwommen, wat ook echt super koud was. Met allemaal brain freeze en zo. En daarna lekker gedoucht. En nu gaan we pizza eten bij La Tartana. En slaap lekker. Tot morgen. Shirt aan met een weet ik veel croissant kettingtje. Super leuk, heb ik gekregen van Sinterkerst of zo. En dan heb ik deze broek aan. Dit is een soort van, hoe noem je dat? Zo'n chique broek. Voor mannen heb je dat vooral. Ik weet gewoon niet meer hoe het heet nu. En dan heb ik mijn corduroy jasje aan. Super leuk. Ik heb er nog een trui mee, maar ik doe denk ik dit aan, want het ziet er wel leuk uit. Slapen en dan gaan we morgen naar Valencia volgens mij en dan gaan we shoppen. Super leuk. Allemaal, het is alweer ochtend en ik moet even vertellen wat we gisteren gedaan hadden. We hadden gisteren, waren we naar de stad geweest, was super leuk. Hebben we ook nog allemaal winkeltjes gekeken en heb echt super leuke broek gezien bij, hoe heet het ook alweer, daar zijn we dus geweest. En daarna zijn we nog naar ons huis teruggereden, dat was ongeveer een uur rijden. Toen hebben we in het dorpje dichtbij ons huisje gegeten en het is nu alweer ochtend. En vandaag gaan we niet zoveel doen. Ik moet voor school een paar dingen doen. En daar hebben we vandaag tijd voor. En vanavond hebben we een van de dinnershow. Dus daar gaan we vanavond dan heen. En dat is het eigenlijk wel voor vandaag. Dus enjoy today. Hallo allemaal. We zijn bij een dinnershow. Ik sta hier nu in de badkamer. Wc-ding, hoe je dat noemt. En zometeen gaan mensen optreden hier zo. En dat wordt super leuk, maar ik ga nu weer terug, want waarschijnlijk komt het eten er zo aan. Oh, lijkt er meer op.
allemaal. Het is weer ochtend. En ik lig hier op mijn bed of zo. En vandaag is niet zoveel gepland. Het is al de laatste dag. Dus ik ga nog een paar dingen voor school doen. En enjoy your day. Da! Wow, dat ging echt lastig. Missing someone.